zijn een neonatie op het spoor. Ik grijp hem, Ellen. Ik pak de juf. Hij is gespot met jouw vader. En jij kan hem runnen zonder dat hij het zelf doorheeft. Het is niet niks om de rest van je leven dubbelspel te spelen. Het moet bij jullie vandaan komen. God vergeef me dat ik iemand vals beschuldig. Ik heb geen verraders in mijn team. Wat? Explosieven zijn. Wat willen ze? Binnenhof opblazen? Alle paleizen, Schiphol, wat is de bedoeling? Waar is Dalia? Hebben jullie iets van haar gehoord? Is zij ook opgepakt? Laat maar haar bellen. Eén telefoontje. Stop je toch hier. Een Mossad-agenten. Je denkt toch niet dat die vrouw 1 seconde van jou gehouden heeft? Jij hebt haar gekleerd. Nee, de Mossad. De Mossad heeft ons erin geluisterd met valse informatie. En jij had ons moeten waarschuwen. Jij had ons moeten waarschuwen bij je eerste verdenking. Ik hou van haar. Zij van mij. Hou op met dat gesoop. Zij is een stuk professioneler dan dat jij bent. Zij is zwanger van mijn kind. Zegt ze. Maar wie weet is het wel een kind van mij hier. Zeg, hou eens op met het geflik, Floor. Er is een broeder van je opgevist. Durekamp. Ja, dat is kolonel Durekamp. Dat koffertje. Hoort het bij de uitrusting?
Nee, dat kan alles zijn. Ze bereiden iets voor. Vervenen. 'S Morgens bij de naties op de koffie, 's middags de hamer zwaaien in de Eerste Kamer. Zou de partij op dat weten? Kloosterhuis, natuurlijk. Financier van de bloedvlag, kun je het donder op zeggen. Ha, en Mateau. Helene, dit is topoverleg. Chairman. Het is een of andere storing in de ontvangst. Nou ja, of een nieuw soort anti-bug device. Is het een cv? Ze hebben de verwarming nog hoger gezet. Ja, ik heb die bug pal naast de leiding geprikt. Zit hij verborgen achter het rozet van de muur toevoegen? Ja, kan ik toch niet weten? Dat die installatie zo'n clearerie gaat maken? En hoe lang gaat het duren? Ja. Ze beramen daar een moordaanslag. Zolang ze het koud hebben. Hebben ze. Foto's van de recherche van die opgepikte broeder. Zo zeg. Je kent je eigen moeder niet meer als een tijdje op de bodem van het kanaal heeft gelegen. Was die lab? Het is geen lab. Het is een gelabba. Oh. Hij had een baardje zo te zien. Het rapport van de schouwarts. Naar schatting 3 maanden. Gat, van heeft die kennelijk al 3 maanden in het water gelegen. 3 maanden in het water gelegen? Oké, geen vingerafdrukken dus. Wel DNA, maar dat duurt even natuurlijk. Sonja, hou jij die adoptiegegevens in de gaten? En hier staat... relevante informatie doorgeven aan ministerie van Veiligheid en ministerie van Integratie. Wat heeft integratie hier nou mee te maken? Met zo'n gewicht kan die nooit zo ver van die plek in het water gegooid zijn. Sonja, kijk jij eens of de bewakingsbeelden zijn van zo'n 3 maanden geleden? 3 maanden terug. Dat is net die tijd dat Noureddin weer actief werd. Die onbekende terrorist achter de schermen. Ja. Had een tijdje niks van zich laten horen. Na die aanslag op Talens. Bang voor zijn eigen hachje natuurlijk. Aanzetten tot. Maar sinds een maand of 3 bestookt hij de broeders weer met jihadmailtjes. Kan geen toeval zijn. Hoe staat Mimoen tot Noureddin? Ze mailen regelmatig. Mimoen werpt zich op als de nieuwe leider van de moslimbroeders. Hè? En dat werkt. Die vent houdt zich gedijst. Roept op tot de jihad. Tot de heilige oorlog, maar blijft zelf liever thuis achter zijn pc. En kunnen we die pc traceren misschien? Nou, dat is ons nog niet gelukt. Hij is heel handig. Wat is er? Ik heb niks meer kunnen verstaan. Ze zijn weg. Ik weet niet meer hoe we ze kunnen tegenhouden. Operatie Big Bang kan van start gaan. Er zit eigenlijk nog maar 1 ding op. Langhorst, loslaten. Ja, ik bedoel niet vrijlaten. Ik bedoel wat bewegingsruimte geven. Hij was bezig met die bloedvlaginfiltratie en we kunnen niet zonder hem. Hij heeft ons verraden. Hij is ademend het water ingegaan. Meer weten we niet. Zijn er röntgenplaatjes bij? Schedel, tanden, gebroken schouderblad. Ik kan proberen een reconstructie van zijn kop te maken. Zo'n kleihoofd. Ja. Klein. Virtueel natuurlijk. Stuur me dat eens door, dan ga ik een wireframe bouwen. Tamara,
Die neonazi's zijn bezig met iets dat ze een Big Bang noemen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar... Wetgeving met voorlopig weinig resultaat. Tamara Zorgvliet, die zich in de wandelgangen graag Big Sister laat noemen, kreeg zelfs te maken met een aanslag op haar eigen ministerie van Veiligheid. Zodat ze haar taken tijdelijk aan een daadkrachtiger collega moest overdragen, Eduard Talens van Integratie. Dat vind ik wel heel radicaal, maar in sommige gevallen is dat misschien wel waar we naartoe moeten. Daadkrachtig, Talens. Dat is een opportunistische flapdrol. Nou ja, over wat voor shitzender hebben we het nou eigenlijk? Diezelfde shitzender die mijn toonstinkend rijk maakt, waar hij die nazi's mee financiert. En diezelfde shitzender die niet zal aarzelen een nog smeriger portret van jou uit te zenden als ze bepaald beeldmateriaal in handen krijgen. Beelden van een brandbom in een politiebusje bijvoorbeeld. Bedreig jij mij? Nee, Tamara. Ik red jou. Alleen besef je dat zelf nog niet. Ik houd jou persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat Rogier Lankhorst doet. Denk erom, maat. Ik laat je van je bed lichten. Oké, haal hem eens door de veenhoek. Het is een vak, hè? 3D. De politie wil deze op televisie zetten. Beter als wij het eerste weten. Hoe kom je hier aan? Ik heb hem gezien. Gezien dat ze hebben. Hij was toen met Hassan. Hassan? Hassan, dat is je weet toch? Van die aanslag op die gay. Die klootzak, die minister, die zemmel. En de stalker? Minister Talens of Integratie, die. Ik heb die Hassan hier gesproken. Ik heb maar gezegd dat het OM overwoog om zijn zaak te heropenen. Mm-hmm. Hij was nogal wrokkig, dus die wilde wel. Heeft Noureddin 100% zeker geïdentificeerd. Ja, is die klootzak die mij op minister heeft afgestuurd. Door wie zijn schuld ik hier nou zit? Dat lijkt eerst Noureddin. Oké. Wat wil je van me? Ik wil dat je doorgaat waar je gebleven was. Infiltreren in de bloedvlagbeweging. Dat is urgent. Vergeet haar, Rogier. Zet haar uit je hoofd. Die ligt aan een of ander palmstrand met een strakke server van 25. Bel je vader. Je weet hoe je mij moet pakken. Gerben belde net uit de baaiers. Het lijk is Noureddin zelf. Hij heeft ons gisteren nog gemaild dat we ons moeten klaarhouden voor een grote actie. Misschien heb jij dan contact met een andere Noureddin. Nee. Hij loopt nog steeds op te scheppen over die aanslag op Talens. Het is dezelfde Noordin. Of het is iemand die zich voor Noordin uitgeeft. De moordenaar. De moordenaar van hem. Noordin. Je hebt trouwens gelijk gekregen. Die Joodse teef heeft me laten zitten. De bank geplunderd en foetsie. Ja. Ik had aan je moeten luisteren. Ja. Beter ten halve bekeerd dan ten hele versteerd. Is hij goed? Ik zou je gezelschap kunnen gebruiken. We misten je vanochtend. En anderzijds dacht ik, ja, we kunnen je er niet bij betrekken met zo'n vrouw, nee? Ze is mijn vrouw niet meer. En als ze terugkomt? Ik denk toch niet dat ze er nog in komt? Zo ken ik mijn zoon. Goed zo, jong. Fantastisch. Want we hebben je nodig. Huh? Dit worden gedenkwaardige dagen. Anton Adriaan. Ja.
Einde van het jaar. Eind en het begin van een nieuw tijdperk. Ja, wanneer? Je bent nog op tijd, Rogier. Voor de Big Bang. We houden contact, ja? Maar wanneer... Big Bang. Norte. Maar dan moet hij toch verdomd veel van hem weten. Of het is iemand die toegang heeft tot de geclassificeerde dossiers. Iemand van justitie. Oh, Helene, wacht even. Je vroeg mij op die plek te kijken, maar daar staan helemaal geen bewakingscamera's, maar wel een flitspaal. Met van die fotorolletjes en dan in dozen met datum, die de politie dan in de milieubak wil gooien. Dat is heel handig. Maar goed, Edwin heeft daar alles tussen half september tot half oktober voor mij ertussen uitgehaald. Die heb je allemaal bekeken? Nou, nee. Maar ik had mazzel. Je wil niet weten wat je allemaal kunt zien op zo'n negatief. Kijk. Hier gaat het om. Busje. Mannen met, nou, zou het lijk kunnen zijn. En een bootje. En dat klopt. Want dat lijk is midden op het water gedumpt. Wanneer was dat? 3 oktober, 1 uur 16 en 3 seconden. Oké, Mimoen, kijk in je verslagen. 3 oktober, waar was Noureddin toen? Wat deed hij en waar was hij mee bezig? En kun jij van mij dat nummerbord nog even uitvergroten? Ja, heel goed. Ja, een huurbusje. Dat is niet zomaar een busje, dat is hetzelfde busje. Noureddin is vermoord door deze bloedvlaggers. Vermoord en weggewerkt. Sorry dat ik stoor. Op 3 oktober heb ik niks kunnen vinden. Maar op 2 oktober heeft Noureddin contact gezocht met de Wakkerbroeders. Die van de aanslag op het station. Hij bewonderde ze, wilde met ze samenwerken. Terwijl het nazi's zijn en dat had hij niet door. Bloedvlaggers die poseren als moslims. Ja, of hij had het wel door. Dat is het motief. De bloedvlaggers hebben Noureddin vermoord om te voorkomen dat hij achter een ware identiteit zou komen. Of om de zijne over te nemen. Deze keer hoeven ze zich niet te vermommen, maar laten ze al het vuile werk aan jullie over. Jullie? Ja, ja, nee, ja, ja. Angst zaaien, dat is hun enige doel. Ja, 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 dat is operatie Big Bang. We hebben je papieren, dus je kan nergens heen. Natuurlijk zou de Mossad op het idee kunnen komen om je te helpen. Dus, geen mobiel, geen contact met de Mossad, zeker niet met haar. Je houdt je spy-eye continu aan en geen gezeur over een lege batterij of zo. Eén van ons houdt je permanent in de gaten. Dat is niet nodig, Matt. Jullie zijn al met zo weinig. Je hebt mijn woord. Jouw woord is me helemaal niets waard, Rogier. Niets. We zoeken de man die zich achter Noureddin verbergt. Een bloedvlagger. Hij wil de moslimbroeders een grote aanslag laten plegen, die iedere moslim natuurlijk op zal breken. Hoe, waar en wanneer? Wat hebben we? We hebben Mimoen, maar... Ja. Ja, die nep Noureddin vertrouwt mij. Hij gaat mij instructies geven. Wat nog? Rogier. Jij gaat naar dat bloedvlaghuis. Er staan 40 dozen met Chinees opschrift. Wij willen weten wat erin zit. Belt je vader, nu, hier. Verzint een smoes. Daar ben je tenslotte heel goed in. Hallo, pa. Alles goed? Ja. Luister, ik heb weinig tijd. Een klein probleem, maar met dit weer nogal belangrijk. Ik heb laatst mijn paraplu bij jullie laten liggen. Ja, in het bloedvlaghuis. Ik weet niet wanneer je daar weer bent, maar... Nou, het is nogal een dure. Nee, ik heb geen idee waar die ligt.
Maar jij hoeft niet te zoeken. Ik kijk zelf wel. Ja, ik weet niet of je een sleutel hebt. Of een half uurtje. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Hier? Ze gaan over lijken, dat weet je. Ja. Daarom juist. Edwin, Gerben. Op 20 jaar gedaan heb. Overleven, heel simpel, overleven. Terwijl om mij heen ons dierbaar vaderland naar de knoppen geholpen werd door dat linkse tuig. Sorry. Kansen afgewacht. Wat is dat nou? Oh. Dat is een type dat ons tegenzit. Hij schijnt de leiding te hebben over een of ander geheim politieteam. Vanuit een concurrerend ministerie. Eerders nemen we hem te grazen. Dan is het ook meteen afgelopen met dat hele team. En daar gaat hij zelf voor zorgen. Hoe? Proost. Op een betere toekomst, jong. Paraplu. Oh, paraplu, natuurlijk. Ik ben wel even binnen geweest. Niet? Nee. Ik kan hem nergens vinden. Oh ja. Ach joh, het is maar een paraplu, hè? Nog een jenevertje. Sonja? Chinees vuurwerk. Strijkers, widowmakers. Vuurwerk. Raken. Voor oudjaar. Wat is dat op die tafel daar? Wat is dit? Het koffertje van kolonel Durenkamp. Waar is die gestationeerd? Legerbasis het Harde. Harde? Het Harde. Dat zou om C4 kunnen gaan. C4? Een soort Semtex. Daar wordt sinds vanmorgen C4 vermist. Sinds vanmorgen? Dat weten wij niet. Ja, dan weet je het nu. Het is trouwens helemaal niet zeker of het gestolen is of dat het om een administratieve fout gaat. Nee, je bedoelt, ze willen het verdonkeren manen. De AIVD is ermee bezig. Je schijnt maar een knikkertje nodig te hebben om een huis op te blazen. De AIVD. Maar die lacht.
Maat, die dozen in die kelder, die zijn allemaal opengemaakt. Verspreid over het vuurwerk? Oud en nieuw. Dat gaan ze op allemaal afsteken. Nou, zij? Moslimbroeders, ja. Ja, luister, maat, dat worden bloedbaden. Wacht, alleen wacht. Ik bedoel, hoe groot is het explosiegevaar? Is het stabiel? Is het net als Semtex? Het is kneepbaar, dus stabiel. En zonder ontsteking gebeurt er niets. Oké. Oké, dan wachten we. Er liggen er 40 bommen, Mats. Nou, dat heb ik begrepen, Helene. Dat snap ik, dat realiseer ik me. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan pakken ze Rogier, ze pakken Otto, ze pakken een paar van die lonsdelers en misschien nog zo'n kolonel. Maar ik wil de kopstukken. Ik wil de man die zich uitgeeft voor Noureddin en ik wil Joep. Hoe? We zetten Gerben en Edwin voor dat huis. Maken die spullen zo snel mogelijk onschadelijk. Ik wil dat de heren achter de schermen zich blootgeven. ...32, 33, 34. Ik heb... Ik heb hier... Alle 40. Gerben? Ga achter dat busje aan. Helene? Ja, achter dat busje. Helene, ik weet waar die bus heen gaat. Ik heb net een mailtje gekregen van Noureddin. Ik moet met de broeders speciaal vuurwerk ophalen. In een loods. Mats, wij gaan naar binnen. Mimoen, jij blijft hier. Nu dichtgeplakt. Hier precies tegen de lont aangezet, zodat het niet in de lucht ontploft. Alle dozen uitpakken. Nou, er zit niets anders op. Nog 5 minuten.
Je best. Shit. Deze moet nog. Ja, jongens, laten we gaan. Is iedereen er? Is het goed? Kul wahda na. Ik heb het al gisteren al gezegd. Wat is er verteld? Je bent gisteren toen. Wat is er verteld? Limon. Ik zie dat jullie gisteren al zijn opgereden, of niet? Ah, heel gereden brengen hier om de hoek, man. Oh, laten we gaan dan. Nee, even rustig. Kieves. Doe gewoon even rustig, man. Wacht op, laat me gaan rustig, dan. Hey, man. Ik heb de lijn. Hebben we alles? Mis daar? Ja. Go! Slaap je? Ja. De bloedvlaggers darten op mijn foto. Simon? Alleen? Doosjes verdeeld onder de broeders. Alles verloopt volgens plan. Nordin is tevreden. Dank je, Mimon. Het vuurwerk is verspreid onder de broeders. Ze moeten het vanavond op zoveel mogelijk plaatsen in de menigte gooien. Welke zieke geest verzint zoiets? Rogier wordt straks in het bloedvlaghuis verwacht. Dan zullen we het weten. Mooi pak. Zijn vader zei dat hij er rekening mee moest houden dat ze vanavond op tv kwamen. Ja, in de nieuwjaarsshow van Mato zeker. Op Otto Langhorst. Onze eminence crisis. Zonder zijn expertise en energie waren we niet waar we nu zijn. Otto? En waar is Joep? Ja. Ik zie geen Joep. Zie jij een Joep? Ik zie geen Joep. Kameraden! Welkom op deze ongetwijfeld gedenkwaardige avond. Laten we de inname enigszins beperken, want we hebben een koel hoofd nodig. Maar ik wil toch een toast uitbrengen op het welslagen van deze operatie. De Big Bang en zijn heilzame gevolgen. Luister. Begrijp dat er nog één obstakel is dat uit de weg geruimd moet worden. Daar wordt aan gewerkt. Door Joep. Ja, het is duidelijk, maar waar en wat? 11 uur is vroeg. Wil je even stil zijn? Even kom. Waar blijft hij nou? Geduld. Als hij nou eens miskleunt. Het is een door en door betrouwbare vent. Sowieso. Ja. Waar dat blok beton vandaan kwam. Ze stonden op het terrein bij Integratie. Integratie? Ja, maar die klemmen waren veel te smal. Er past alleen maar sportbandjes in. Hebben ze eind september al die dingen eruit gehaald en in het water gekiept voor dijkverzwaring. Ja.
komen nu naar buiten. Stap erin. Otto zit er ook bij. En ze rijden nu weg. Volg Otto, geef de coördinaten door aan Sonja. Wij komen eraan. Jullie bellen maat, geef aan hem door waar we zitten. Mag niet als maat, neem ik aan. Handen. Rustig op de grond leggen. Joep. Oh, wauw, dat is geweldig inlichtingenwerk, maat. Twee stappen naar voren. Joep Witteveen. Of moet ik je Noordien noemen? Fout. En dat op jouw niveau. Omdraaien. Je hebt geen pruik op. Fout, maat, zeg ik toch. Er zijn geen lens in. Instappen. Otto en zijn kameraden zijn aangekomen bij de tv-studio van Mato. Begrepen, ik ben onderweg. Alles werkt? Alles werkt. Nou, het is allemaal klaar. Blijft hier. Deur dicht. Jij denkt dat je iets weet, maar jij weet helemaal niks. Handen op het stuur. En zo is van Matt. Spannend. Blijft hij dan? Hey. Je zit daar? Dit is de microfoon. Kan ik even helpen of weet je hoe het werkt? Ik ken dit systeem. Open. Meneer de persoonlijke adviseur. Tamara's persoonlijke geheime agent. Hè? Van verdak van integratie. Kijk maar toe. Ik vraag je iets. Jij leidt het geheime inlichtingenteam van Tamara Zorgvliet. Zeg maar. Geef maar toe. Wat nu? Ik weet niet waar je het over hebt. Nee, de minister weet nergens van. Dat is je tweede natuur geworden. Zorgvliet denkt dat ze boven de wet staat. Nog 5 minuten. License to kill. License om af te luisteren, in te breken. Hè? Dat is in Nederland nog altijd voorbehouden aan de rechter. Ja, aan de rechter. Stelen en ontvoeren, dat doen jullie in samenwerking met de rechter. Helene, waar zit je? Het is bijna 12 uur. Ik rijd zo snel als ik kan. Ik weet niet waar jij informatie vandaan hebt. Wij weten des te meer. Wij? Joep en Noordien? Namens wie doe jij dit? Voor wie werk jij? Wie gaf jou de opdracht? Voor wie fake jij een moslimaanslag? Nee, dat zeg ik. Jij weet niks. Scholieren liepen daar, studenten, mensen die naar hun werk gingen, die godverdomme gewoon naar hun werk gingen. Ja? Je minnares. Ik had 100 keer een bom onder jouw auto kunnen plakken. Nog 3 minuten.
Zou jij je recordertje niet weer eens aanzetten? Mijn baas wil er dus absoluut zeker van zijn dat jullie niet zomaar gewoon doorgaan. En als jij niet biecht, dan ga ik naar Helene Woudstra. Die is dood. En als die niks zegt, dan is ze echt dood. En dan ga ik naar de volgende. Bespaar me alsjeblieft dat ik je hele team moet afslachten. Oké. Ik... Je weet niet alles. Wat ik je zeggen wil, is dit. Jij leidt Tamara's geheime antiterreurbrigade. Ja of nee? Als je het zo formuleert... Ja of nee? Ik zeg niet dat ik niets ga zeggen. Maar dan moet je wel naar me luisteren. Nog 1 minuut. En als je naar me luistert, dan zou je kunnen weten dat het, het maakt... Ja, maat, laat maar zitten, joh. Je hoeft me Helene's adres niet te geven. Ik weet waar ze is. En dit is gewoon nog een ander vuiltje aan de lucht. Huh? Klein ongelukje. Daar ben ik heel goed in. Dat is mijn specialiteit. Ongelukjes. Het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt. Zalig uiteinde. Verdoofd vuurwerk. Maat, daar ga je. Gelukkig nieuwjaar. Uiteinde operatie Big Bang geslaagd. Geef ze hem. Wat is dat? Het bericht dat je wou versturen. De nieuwjaarswens aan je baas. Hij wou je opblazen. Wil je dat versturen? Doe maar. Doe maar. Verstuur dan. En je baas. Doe maar. Heren, mannen, het is zover. Actie is geslaagd. Yes. Oké, ik ben er klaar voor. Zie je het? Au! Zijn rechterarm. En arm niet te voorzichtig. In 1 keer omhoog. 1, 2, hupsakee. Sorry, er is sprake van een vergissing. We zijn gestopt. Wat is dit? Wie zijn jullie? Waar is uw legitimatiebewijs? Het vuurwerk gewoon blijven uitzenden. Ik vraag u, waar is uw legitimatiebewijs? Waar was jouw legitimatie toen je mensen uit hun huis sleurde voor een paar rotzen en naar de Duitsers verkocht? Hè? Juden Otto? Heel goed, gewoon het vuurwerk blijven uitzenden. Geef hem een go. En denk erom, meneer Satanus wordt gewoon opgenomen, maar de opnames blijven binnen zijn huis. Schiet op. In het kader van de recente catastrofale gebeurtenissen volgt nu een ingelaste uitzending. Hier spreekt de minister van Integratie, Eduard Talens. Landgenoten, mannen en vrouwen van Nederland. Een dodelijk vuurwerk is over ons losgebarsten. De omvang van de ramp is nog niet te overzien. Jodenvriend, dankjewel. Dat er vele onschuldige slachtoffers zijn. Dood of gewond. Op talloze plaatsen heeft, begrijpelijk, de paniek toegeslagen. En inmiddels is duidelijk aan wie we dit bloedbad te danken hebben. Vreemde. En laten we maar zeggen, volksvreemde elementen. Het is voor de zoveelste keer onmogelijk gebleken een cultuur van haat en geweld naar vrede en verzoening om te buigen. Mijn kameraden en ik hebben daarom besloten, het is genoeg. De macht hoort aan het volk. Ons volk. Wat? En deze tijd... We hebben hem. Om een ijzeren hand. Om leiderschap.
En ik ben bereid... Zo is het wel genoeg, meneer Talens. Deze tijd vraagt zo me om... Zo is het genoeg, meneer Talens. Jonge dame, ik zit hier in een live uitzending. Daaruit. Jouw live uitzending komt nog wel. In de rechtszaal. Belachelijk. Dit is belachelijk wat je doet. Hè? Gaan. Geen ruggengraat. Je hebt geen ruggengraat. Heb je nooit gehad. Het was een ongewoon rustige en plezierige nieuwjaarsnacht, zei de hoofdcommissaris. De talentshow. Oeh. Ik zal hem doorgeven aan het OM. Ze hebben zijn harde schijf ook al in beslag genomen. De foto's van Helene kwamen inderdaad van zijn pc. Talens gaf zich uit voor Nordin. Wij zijn jullie dank verschuldigd. Dus we mogen blijven. Met één man minder. Maar een vrijgeleider naar Israël. Ik begrijp niet dat Zorgvliet daarmee akkoord is gegaan. Nou, we moesten anders. Zorgie was leeggelopen over die rakettenkwestie. Had hij haar meegesleept in zijn val. En ons ook. Wat denken jullie? Zouden ze hem echt opwachten op het vliegveld? Het was geen slechte kerel. Een verrader. Hij was gewoon verliefd. Ja, verliefd, ja. Ik weet zelfs welke naam die op zijn nieuwe paspoort heeft staan. De Israëlische premier heeft voor hem geïnterveneerd bij onze regering. Een nieuwe Israëlische naam voor hun kind. Wat? Was ze echt zwanger?